al mais, daar maak ik mijn bitchet aan. Ja. En dan van de voederfabriek komt ook nog een 40% van het voeder. Dat wordt hier dan gemengd, het bedrijf zelf. En dat gaat dan eigenlijk bij de varkens. Dat is een beetje. De oppervlakte van ons akkerland eigenlijk is 75 hectare dat we gebruiken. Het is niet allemaal in eigendom. Een deel wordt nog gepacht. Dus de machine dat daar staat, dat wordt gebruikt voor de mais te pakken. En de rest is hier silo's, waar we gewoon een schuifje moeten optrekken. Hier komt het allemaal in. En dan mengen. Daar staan verschillende voorraadbakken. En dan kunnen we het ook nog verblazen met verschillende silo's. Dus hier zit de zeugen. Dus deze stal is voorzien voor zeugen in te huisvesten. We hebben 450. Zeugen, dus hier volledig in deze stal. Hier zitten alleen de dragende, dus de drachtige zeugen eigenlijk. Dus die, vanaf als ze moeten werken, gaan ze naar een ander deel van deze stal. En daar is het dan veel warmer en voorzien om de biggen makkelijk groot te brengen. Hè. De rest, eigenlijk, die zeugen worden nu ook automatisch gevoederd. Dus die krijgen allemaal een chip in hun oor. En in die voederstations kunnen ze eigenlijk, dat is gewoon een box eigenlijk, waar de varken in moet gaan. En daar krijgt hij de portie voeder dat ze eigenlijk voorzien is voor voorziende dag. Dus dat varieert van dag 0 van de dracht tot dag 115 van de dracht. Dus op 115 dagen worden de biggen geboren. Dat is eigenlijk redelijk juist bij een varken. Deze is 6 weken ouder dan die we straks gezien hebben. Dit is de laatste stal eigenlijk en dan gaan ze naar de slag. Dus. Begint met dekken. 115 dagen later worden de biggen geboren. Dan, als die geboren zijn, melk drinken en zo, doen ze in de kraamstal. En dan 21 dagen later worden ze gespeend. Dus dat is een gemiddelde. Dus gemiddeld getal 21 dagen later worden ze gespeend. Dus ze worden bij de zeug weggenomen. Die biggen die verhuizen naar... Een batterij wordt dat genoemd, dus dat is een stal waar ze extra gevoederd kunnen worden, extra temperatuur om goed te kunnen groeien. De zeugen die vertrekken op dit moment van spenen naar een dekstal waar ze terug bevrucht worden om dan de volgende worp te kunnen gaan doen, die 115 dagen later. Dus terug die biggen, die zitten ongeveer een 10 weken in de batterij. En dan vertrekken ze naar de vleesvarkensstal om eigenlijk een aantal maanden later naar het slachthuis te vertrekken. Dus van geboorte tot slachten is ongeveer 5 maanden, 6 maanden voor een vleesvarken eigenlijk. En het gewicht? Het gewicht zit op, bij geboorte eigenlijk op 1 kilo en als ze geslacht worden op 110 kilogram. Ja. Zo, kort de cyclus van een varken. Ja.